Het symposium over logistiek Almelo in het Theaterhotel in Almelo. Er wordt een award uitgereikt en een van de kanshebbers is Ganzenboom. Michel Ganzenboom, hoe schat je je kansen in? Nou, het is een beetje lastig te zeggen. Ik ben al blij dat we, ik vond het heel leuk dat we genomineerd zijn. En dat is al een prijs op zich. Ganzenboom Transmissies, kan jij een beetje uitleggen wat dat inhoudt? Nou, wij reviseren versnellingsbakken van personenauto's. En we hebben een grote handel in onderdelen voor deze versnellingsbakken. En die versturen we eigenlijk door heel Europa. Jullie zijn genomineerd. Wat betekent dat voor jullie bedrijf? Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat je met ons bedrijf genomineerd bent. We hadden het niet verwacht. En we zijn ook wel benieuwd wat er straks uitkomt. Maar het is hartstikke leuk om voor zoiets in aanmerking te komen. Een hele goede eer. We denken dat we goed ons best doen voor wat we doen, maar ik denk altijd dat andere spannendere, betere bedrijven zijn dan wij. Maar goed, blijkbaar vonden ze onze nominatie waard. Maar we doen bijvoorbeeld de pinda's in de Snickers. Als je trek drop eet, hebben wij dat gedaan. Al dat soort dingen, dat zijn echt dingen die dat doet er maar eentje. En dat moeten wij dan ook vaak doen. Je maakt nooit 10 trekdroplijnen, want er is maar één bedrijf die het maakt. Dus op zo'n manier. Maar voor deeg bijvoorbeeld, ik ben dan zelf bakker. Maar deeg, ik denk dat wij nou ongeveer, nog niet helemaal, maar over een jaar of drie, 60% van elk deeg is eigenlijk over onze lijnen gekomen. En Oosterveld op maatschappelijk gebied. Hoe ga je het vieren? We gaan straks even een biertje drinken, daar begin ik mee. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel.